Dit is de selfie-camera van de Samsung Galaxy S8. De camera filmt in Full HD 30 frames per seconde, kan ook in Quad HD filmen. En zoals je ziet, oké, ideale omstandigheden, dat geef ik toe met het zonnetje. Maar qua reactie is hij lekker vlot. Als je kijkt naar de witbalans, zonnetje erin. Even kijken, waar is het zonnetje? Achter mijn hoofd, nu naast mijn hoofd. Ja, dat gaat behoorlijk goed. Tijd om ook eventjes de camera aan de achterkant te bekijken. Goed, dit is de camera aan de achterkant van de Samsung Galaxy S8. Je ziet hem er redelijk mee lopen. Wat opvalt is dat er duidelijk een stukje stabilisatie in zit. In die zin dat de schokken niet zo erg zijn als dat ze zouden moeten zijn tijdens het lopen met deze camera. Sterker nog, ik vind het best fatsoenlijk. Het zicht op het display trouwens onder volle zon op deze smartphone is gewoon goed. Daar is niks mis mee. Kijken we naar de kleuren. Nou, we zien hier gewoon prachtig blauw hemeltje. We zien de wolken er goed in getekend. We gaan eventjes tegen de zon inkijken. Nou, dat compenseert ook gewoon lekker. Een beetje vlot ronddraaien. Ja, dat gaat eigenlijk allemaal heel erg goed. We filmen dit trouwens met 1080p Full HD 30 frames per seconde. Dat doen we bewust omdat we zo goed kunnen vergelijken met de selfiecamera die we net hebben getest. Nou, wil je meer weten over de review van deze Samsung Galaxy S8? Check even de link onderaan de video.